vrienden van de familie, bekenden en alle overige aanwezigen. Het afgelopen weekend begon met veel onzekerheid, verwarring, maar ook nog hoop. Op zondagavond werd de onzekerheid en de hoop omgeslagen in intens verdriet. De wereld voor Claudia's kinderen, Demi, Navin, Ibo, haar ouders Cor en Nettie Oskam, haar broer Mark, partner Jan Blommerde, haar verdere familie en vele vrienden zonk onder hun voeten weg. En nu nog, 3 dagen later, zijn we letterlijk stil en hebben gezamenlijk in eerbiedvolle rust door de straten van ons dorp gelopen. We waren en zijn ook figuurlijk stil. Stil van binnen. Gevoelens van ongeloof, verbijstering overheersen. Hier schieten woorden tekort. Een stille tocht voor een liefdevolle moeder, een geliefde dochter en zus, een beminde partner en waardevolle vriendin. Zonder woorden, zij aan zij en denkend aan Claudia, die niet meer in ons midden is. Een tocht waarbij alle denkbare emoties los zijn gekomen. Boos zijn om het waarom, verdrietig om het grote verlies, maar glimlachend ook om de mooie herinneringen. Vanaf het moment dat de eerste berichten kwamen, hebben de vele vrienden en de gemeenschap van Zevenbergen meegeleefd, meegezocht en meegerouwd. Dat er zoveel van u aanwezig zijn, zal zeker voor Claudia's kinderen, ouders, broer, partner en vrienden een enorme steun zijn. Als uw burgemeester liep ik samen met mijn vrouw in uw midden en heb ik ervaren dat deze emotionele tocht vol met verdriet en ongeloof ook hoop geeft voor de toekomst. Dat we samen wensen en hopen dat geweld in welke vorm dan ook ooit tot het verleden gaat behoren. Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van de gemeente Moerdijk betuigen hun oprechte deelneming aan Claudia's kinderen, haar ouders en broer, haar partner en haar vele, vele vrienden. Graag wil ik de initiatiefnemers van deze tocht bedanken. Respect en dank voor Claudia's kinderen, haar ouders, haar broer en partner die, ondanks hun grote verdriet over de invulling hiervan, hebben meegedacht. Ook alle andere instanties, hulpverleners, politie en EHBO, hartelijk dank voor uw medewerking. En officieel eindigt hier de tocht. En ik zou u uit respect voor de familie willen vragen om hun eerst even de gelegenheid te geven. In alle rust op de plaats waar Claudia is gevonden te verblijven. Daarna krijgt u de gelegenheid daarheen te lopen, eventueel bloemen neer te leggen. Even een moment van respect te betuigen. En ik wil u tot slot namens de familie bedanken voor uw aanwezigheid. En ik wens u een goede, maar vooral ook veilige thuiskomst toe. Dank voor uw aanwezigheid.